Deze beschouwing die gaat over de Sociëteit van Jezus, de Club van de Jesuïten. En dit is deel 2. Deel 1 heb ik ook teruggeluisterd en die vond ik best goed. Daarin sta ik stil bij de link tussen de Jesuïten en de aanslagen van 11 september. En er is dus een boek op de markt gekomen, niet al te lang geleden, een paar jaar terug. En daarin wordt uitgelegd dat de Jezuïeten betrokken waren bij die aanslagen. Nou is dat iets wat ik al heel lang denk dat dat waar is? In die zin dat het bijna niet anders kan. Ja. Het zullen de Jezuïeten wel weer eens zijn. Per slot, de Jezuïeten hebben de Eerste Wereldoorlog uitgelokt. Ze hebben de Tweede Wereldoorlog uitgelokt. Ze hebben de oorlog in Vietnam uitgelokt. En ja, ga maar even door. En dan zullen ze de aanslagen van 11 september een keertje niet hebben gedaan. Oh, ja, dat is wat nieuws dus uh, in die trant dacht ik altijd al dat het zij dat het hully waren, maar in dit boek uh, wat ik dan uh, heb gehoord van Tom Fries en dat boek heet Cold War Babylon of Barbelon Barbelon en dan deel 2 van dat boek En deel 1 van dat boek, of van die serie, die wordt besproken door Tom Fraz. En dat linkje kan je vinden onder deze uitzending, moet je even naar beneden scrollen. En Tom Fraz, dat spel je als uh, Tom Fries met dubbel S. Fries, nou dat is Friesland. En dan Fries, Fries, <laughs> aan met dubbel S dus. En dan zeg je Tom Fraz. En die leidt je naar uh, aflevering 1. En dat is aflevering 1 van een hele serie afleveringen. Er is nogal wat te vertellen over wat de Jezuïeten hebben uitgespookt. En code Word Babylon, dat boek, gaat daarover. Dat ga ik niet allemaal herhalen. Dus als je dat wil weten, als je al die dingen wil weten. dan, nou, dan heb je dus uren en uren te luisteren naar Tom France. En dat is geen straf, want Tom Fress is een, een goede presentator. Hij praat rustig. En je leert een hele hoop hè, van de geschiedenis van de mensheid. Dat ga je ook leren in deze paar uur die ik ga besteden aan de Jezuïeten. Want mijn belangrijkste boodschap is dat jij goed begrijpt. Dat de geschiedenis van de wereld heel kort en bondig te vertellen valt. Namelijk, er is een groep mensen onder ons en die streven een eenheid na van kerk en staat. En die groep is heel machtig en ze liegen tegen ons. En zij zijn de oorzaak van zo'n beetje alle gewapende conflicten in de menselijke geschiedenis. En zij veroorzaken zaken zoals de aanslagen van 11 september. Dus de aanslagen van 11 september. En iemand als Adolf Hitler en Jozef Stalin. En de aanslag op het Britse parlement van 1605, de Gunpowder Plot. De moordaanslagen op uh, Koningin Elizabeth I van Engeland, de moordaanslag op Abraham Lincoln, de moordaanslag op John F. Kennedy. Een figuur als Fidel Castro. Nou, alles. Alles wat je maar ooit in de krant hebt zien staan. of waar je wel over gehoord hebt bij geschiedenisles. al die evenementen, al die gebeurtenissen. zijn terug te leiden. op die ene groep. die streeft naar een eenheid. van kerk en staat. En het is modern dat die club zich momenteel noemt de nieuwe wereldorde. Maar het enige wat er nieuw aan is, dat is de naam. Namelijk de nieuwe wereldorde. Ja, dat is heel nieuw, ja. Dat is voor het eerst geuit door Michael Gorbatsjov in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Die term is inmiddels dan ook alweer 30 jaar oud. Nou ja, zoiets 30, 40 jaar oud. Dat is de nieuwe wereldorde. Het is dezelfde club. Het is de club die streeft naar een eenheid van kerk en staat. Nou, dus, uh, dan kan je dus nu zeggen: oké okay, Perry, dan kan ik nou stoppen met luisteren. Heb je nog meer interessante dingen te vertellen? Nou, kijk, binnen die Club van de Eenheid van Kerk en Staat, um, dat was in eerste instantie, is dat, nou het is natuurlijk, wacht even, voordat ik zeg dat, het, niet, het is niet echt een club, van de Club van Eenheid van Kerk en Staat. Het is een manier van denken die gedeeld wordt door een groep. Dat is dan de club. Ja. Ze denken er hetzelfde over. En als je goed nadenkt over het domineren van een regio als heerser, dan kom je al snel tot de conclusie dat je niet alleen de heerser moet zijn op het wereldse terrein. En dus als jij de baas wil zijn over Gelderland of zo. Hè, nou, dan wil je punt 1 belasting van de gelderse inwoners. En je wil dat jij de baas bent over waar er nieuwe steden komen. En ja, je bent er ergens de baas over. Dus dan wil je ook dat jij de baas bent. Dat gaat dus over wereldse zaken. En jij wil de baas zijn over de spirituele zaken. En dat laatste zou je denken, nou nee, dat hoeft toch niet, dat hoeft toch niet. Nou geloof me nou maar, als jij erover gaat nadenken, dat jij tot de conclusie komt dat je dat moet zijn. Dus vandaar dat die mensen van die, die te streven naar heerschappij, die het heersen over andere mensen zien als doel in hun leven, iets wat ik bijvoorbeeld helemaal niet heb. Echt niet. Oh, huh? wow, Piri, jij kan echt heel dominant zijn hoor. Ja, ja, ja. Ja, je lijkt de moeder van mijn kind wel. Je liep dat ook de hele tijd te brullen. Als ik dan. Uh, ik vond het wel eens lekker, hè? En dan legde ik mijn handen achter uh, mijn nek. En dan gingen mijn ellebogen zo opzij. En dan kon ik zo heerlijk de boel uitrekken, weet je wel. En uh, dat was lekker. En dan zei de moeder van mijn kind tegen mij: hou daarmee op. Want dat is een dominante houding. <laughs> Mocht ik dat ook weer niet? Kijk, het was dominant dat ik de handen in mijn nek legde en even zo lekker zo. Uh, dat ken je wel eens, een beetje uitrekken. Dat was dominant. Dat zij tegen mij zei: hou daar maar op, want ik hou er niet van. Ja, dat was natuurlijk niet dominant. Dat was uh, puur uh, ja, in opstand komen tegen de hele dominante houding van de man. Je moet niet denken dat dat een dominante vrouw is hoor. <laughs> Ja, er zijn nog wat meer mensen die zeggen, van, ja, je bent heel dominerend. Waarmee ze dan meestal bedoelen dat ik in een, ja, bij discussies bijvoorbeeld, die win ik heel vaak. Ja, dat komt omdat ik vrij veel gelezen heb en van vrij veel dingen het meeste verstand heb. Van ja, gemiddeld in mijn omgeving. En dan vinden mensen iets, nou ik wil ook een keer gelijk hebben. Stomme Perry. Maar ik streef niet naar dominantie. Oh. Ik vind het interessant om te weten wat er allemaal gebeurd is. Ik ben heel nieuwsgierig. Ja, en en dat, ja, dat leidt er dan toe dat je dus een gesprek kan domineren omdat je, heel erg veel je, dat je je heel erg veel verdiept hebt in wat er gebeurd is. Maar ik streef daar niet naar. Ik, ik zie niet de geschiedenis te bestu bestuderen om vervolgens op een verjaardag het beste te weten hoe de wereldgeschiedenis in elkaar zit. Daar gaat het mij niet om. Nee, ik, ik streef helemaal niet naar heerschappij. En de, Waarom? Maar er zijn mensen die, die, zijn, ja, die zijn daar wel in geïnteresseerd Dat is hun cultuur, laat ik maar zeggen. Er zijn geschriften hoor, bekend dat ze. Dat hebben wij dus gevonden, gewoon in het geschreven woord: dat er staat dat het de opdracht is. Om niet te werken. Ja, dan denk je van wat? Niet werken? Ja, maar dan ga je toch verhongeren? Ja, dat is nou precies de opdracht. Want hoe blijf je in leven zonder dat je een dag van je leven gaat werken? Ja, de enige, het enige antwoord is dat je in leven blijft door te overheersen. En dat verklaar je dan als doel in je leven, van ik beloof dat ik nooit zal werken. Dat betekent dat je impliceert dat je zal gaan domineren, dat je zal gaan overheersen. Dat bestaat echt onder ons. Wij moeten dat accepteren, dat dat zo is. Dat zijn hele luie, hele gemene, hele heidense, hele nare, hele... Nou, ik kan wel een tijdje doorgaan, er zijn absoluut geen fijne mensen om mee om te gaan. Maar ze zijn er wel. Oh, zie je wel, God is slecht. Ja, wat zie je nou weer te zeuren? Nou, dat je dat soort mensen hebt. Als God toch goed was, dan had hij toch alle mensen ook goed geschapen. Ja, ja. Nee, God heeft mensen geschapen met een vrije wil. God heeft de mensen zijn woord gegeven. En uh, hij heeft het aan de mensen overgelaten om zelf te kiezen of ze zich daaraan houden. En waarom, ja. Nou, mijn vraag aan jou is, uh, hou jij je aan het woord van God? Ja? Als jij vindt dat iedereen zich aan het woord van God moet houden, nou, dan zou ik zelf maar even beginnen. Ken jij de Bijbel? En hou je je eraan? Kijk, als jij de Bijbel kent en je houdt je eraan. dan ga jij niet over tot het overheersen van andere mensen. Dan heb je wel wat anders aan je hoofd, namelijk. Anyway, er zijn mensen. en die houden zich helemaal niet aan de Bijbel. Dat vinden ze absoluut niet interessant. En ze houden zich bezig met het overheersen van andere mensen. En die mensen die weten dat ze als, ja, als tiran, als overheerser moeten ze ook de baas zijn van het spirituele aspect van hun bevolking. Nou, ook dat is logisch omdat spiritualiteit noodzakelijk hoort bij de menselijke aanwezigheid. Dat weten wij vanuit de logos. Je mag ook kunnen zeggen vanuit de logica. En dan bedoel je de logica wat breder dan de propositielogica van Aristoteles. Maar als je dat, dus het, dat hele domein van de logica ziet... en je noemt dat de logica, dus alles wat volgt uit het woord... en vandaar het woord logos, dat betekent woord... Nou, vanuit de logos weten wij dat spiritualiteit noodzakelijk deel uitmaakt van de menselijke aanwezigheid. En niet iedereen is spiritueel. Wel heeft iedereen die ja, dat zaad in zich, noodzakelijk gesproken, dat zaad in zich. En een aantal mensen. En daarbij komt dat zaad noodzakelijk tot bloei. Bij mij bijvoorbeeld. Ik ben gelovig. Nee, ik ben een, vergeleken met mijn omgeving wetenschappelijk heel goed onderlegd. En juist door mijn wetenschappelijke onderlegging is mijn geloof helemaal verankerd. En geloven, dat heeft voor mij niets meer te betekenen dan dat je diep overtuigd bent van het feit dat je je moreel moet gedragen. Snap je hem? Eigenlijk is mijn geloof niet meer dan dat: De moraliteit wat niet meer is dan dat je zonder middelen, dus onmiddellijk, zonder uh, tussenmedium of zo, dat je onmiddellijk, zonder meer, kan je ook zeggen, een begrip hebt voor een ander. Iets dergelijks staat overigens ook in de Upanishad. Dat zijn de geschriften van de Hindoestanen, En daar heet het Tat avadsam". En dat vertaalt zich in het Nederlands op Dat ben jij. Dus je herkent in je medemens, maar ook in de dieren. Herken je. Jezelf in die zin dat zowel jij als de medemens die jou voor jou staat, geschapen is door één en dezelfde schepper. Dus ieder mens is je broer van nageslacht dan. Hè? Dus met ieder mens heb jij compassie. Ook al is het, uh, een, iemand heeft hij de meest verschrikkelijke dingen gedaan. Hij verdient jouw compassie. Dat is het woord van Christus ook. En Christus is een keer gevraagd van um, uh, als, uh, als je iemand vergeven hebt. En hij gaat daarna weer heel veel vervelend aan doen tegen je. Moet je hem dan weer vergeven? Ja, zei Christus, dan moet je hem weer vergeven. Ja, zeiden die mensen dan. Maar hoe vaak uh, gaat dat geintje dan wel niet door? Nou, zei Christus, uh, iets van zeven keer zeventig keer of zo. Dat is vrij veel, hè? Dat is 490. Ja, dat is voor mij het geloof en daar ben ik diep van overtuigd. Dat maakt ook dat ik. Ik zou best de leiding willen hebben. Ik heb ook wel een aantal plannen die ik graag zou willen verwezenlijken, en daarvoor is het noodzakelijk dat ik leiding krijg. Dus dat wel. Maar dat zou dan de leiding hebben voor, ja, voor het meerdere goed van ons allen. Niet om per se de baas te zijn. Kijk, zo zit ik in elkaar. Maar zo zit uh, niet iedereen in elkaar. En onder de mensen die niet zo in elkaar zitten, zitten er dus mensen en die zijn totaal omgekeerd. En die zeggen, ja, wat nou. Uh, ...medelijden, mededogen, ga toch weg. Ik wil de baas zijn. Ik wil niet werken en ik wil dat iedereen doet wat ik zeg. Heb je dat goed begrepen? <laughs> Snap je? Zo zitten die lui in elkaar. Ja, dan kan ik verder ook niks aan doen. Zo is dat. En die willen een eenheid van kerk en staat. En dat willen ze omdat die, die spiritualiteit die noodzakelijk bij de mens erin zit, dus dat zaad zit noodzakelijk in het denken van de mens. En dat noodzakelijke zaad wat in ieder mens zit, dat komt niet in ieder mens tot bloei, maar noodzakelijk komt dat in een aantal mensen tot bloei. En als jij dan de overheerser bent van een regio, en je, dan ben je in feite niets meer dan een of andere maffiabaas die beschermingsgeld aftroggelt van zijn onderdanen, hè? en er ontstaat dan een spirituele beweging onder jouw mensen in jouw regio, ja, die spirituele beweging die gaat het niet eens zijn met jouw handelen. En daarom moet jij de baas zijn van iedere spirituele beweging in jouw regio. Om als er eentje gaat ontstaan die echt gelovig is, zoals het christendom, dat dat, dat, dat dan niet zich gaat verspreiden zonder dat jij er iets aan kan doen. Want dan loopt het uit de hand en dan is jouw heerschappij voorbij. Beter ben jij degene die dicteert hoe spiritualiteit in elkaar zit. En beter doe je dat met een of andere schijntoestand die helemaal niet spiritueel is. Maar die alleen vertelt over, nou, er is een sprookjesrijk en heb je dit en dat in. Dat kan je niet zien, maar dat moet je geloven. Nee, dat is het geloof dus niet. Dat heb ik je net verteld. Het geloof is een diep besef dat moraliteit noodzakelijk moet... Dat is het geloof. En dan zeg je, ja, maar in de Bijbel staan we allemaal van die verhalen van... Uh, oh, ...Jona in de walvis en uh, dat is toch wel allemaal uh, sprookjesverhalen. Uh, nou ja, jij noemt het dan sprookjes. Huh? Ik noem het de Bijbel. En... Ja, als je het aan mij vraagt. De Bijbel is een geschiedkundig werk. Het is door mensen naar waarheid opgeschreven. van wat zij zich wisten te herinneren. wat er gebeurd is. En dat jij niet alles even snel kan geloven. ja, dat is jouw probleem. Ik doe daar verder niet zo moeilijk over. En het is nu dan met name de Bijbel. die. Als spiritueel boek. in bedwang moet worden gehouden. door de mensen van de eenheid van kerk en staat. Het is met name de Bijbel. Waarmee is. nou ja, aangetoond is een groot woord. maar waarmee. een. Uh, hoe moet ik dan zeggen. Er nog een onderbouwing is voor de waarheid dat de Bijbel het woord van God is. Het, het, uh, het, het maakt het nog aannemelijker dat je het in het geval van de Bijbel inderdaad hebt over het woord van God. Want waarom zouden. De, de grootste organisatie van de mensen van een eenheid van kerk en staat, dat is de Katholieke Kerk, waarom zou die dan zich zo richten op die Bijbel? Anders dan dat het gaat over hun grootste vijand. In die zin, het boek dat alleen maar in gecontroleerde vorm mag worden bestudeerd. Mensen mochten er eens de waarheid uit concluderen en dan breekt de pleuris uit. En daar hebben ze helemaal gelijk in. Daar hebben ze ook gelijk in gekregen met Maarten Luther. Snap je? Want Maarten Luther die trok zijn conclusies uit de Bijbel. Die ging dat aan andere mensen vertellen. En gelijk kostte dat die jongens en meisjes van de eenheid van kerk en staat... Uh, dat kostte hun uh, het hele noorden van Duitsland, het noorden van Nederland, uh, Engeland. Uh, dat deed allemaal niet meer mee. Met de eenheid van kerk en staat. Met de onderdrukking vanuit het Heilige Romeinse Rijk. Doordat ze de inhoud van de Bijbel begrepen. Nou, en inmiddels is het zo dat die jongens en meisjes van de eenheid van kerk en staat. Uh, die hadden voor Maarten Luther de, de tactiek dat ze de mensen verboden of het onmogelijk maakten om zelf de Bijbel te lezen. Dat was toen de tactiek. En er zo dan voor te zorgen dat mensen dan de inhoud van de Bijbel te horen kregen. Bij ja, de, iedere zondag in de kerk. En meneer Pastoor, die, die zou het er wel voorlezen. Maar meneer Pastoor, die leesde dan de inhoud van de Bijbel voor in het Latijn. En niemand begreep Latijn. En meneer Pastoor, die ging dan vervolgens uitleggen wat er stond. In zijn eigen woorden. Kijk, dat is de bedoeling niet. Nou, dat op die manier verbieden of verhinderen dat mensen zelf de inhoud van de Bijbel zouden gaan lezen en zouden gaan begrijpen. En dat ze daarmee zelfstandig tot spiritualiteit zouden komen. Wat je dus moet verhinderen als overheerser. Als, dat doorbreekt jouw eenheid van kerk en staat. Want jij als heerser bent de leider van de, van de spiritualiteit in jouw regio. Dat moet, hè? want anders raak ik hem dus kwijt. Nou, in eerste instantie deden ze dat door de mensen het zo goed als onmogelijk te maken om kennis te nemen van de inhoud van in de Bijbel. Nou, met de komst van Maarten Luther en de boekdrukkunst, dat viel dan gedeeltelijk samen. Hè? Toen was dat feest voorbij. En met de komst van de King James Bijbel... De, koning, de Bijbel van koning Jacobus van 1611... en de Statenvertaling van 1637... ja, dan was het feest helemaal voorbij. Toen kon iedereen kon een Bijbel kopen. Het was weliswaar een behoorlijk bedrag, maar ja... Mensen met een beetje poen, die... Dat was ongeveer... Uh, een Bijbel was net zo duur... Als de jaarlijkse kosten voor een huishouder. Nou, en er waren nogal wat mensen die heus wat centjes hadden. En die konden een huishouder betalen. En die maakte dan schoon en uh, kookte een potje. En uh, je weet wel wat een huishouder doet. Nou, en dan het jaarsalaris van zo iemand, daar kon je een Bijbel verkopen. Dat is natuurlijk wel vrij veel geld. Maar er werden heel wat Bijbels verkocht. En tegenwoordig ja, kost een Bijbel echt helemaal niks meer. Een King James kost nu 8,95 euro. Nou, dat is ongeveer... Nou, ik denk... Als je nu een avondje naar de bioscoop gaat... Wat zou dat kosten? 25 euro? Ja, met een uh, colaatje erbij en een, een bakje met popcorn. Zoiets. Nou, wat snoepgoed... Dat is dan zoveel per persoon. Ja. Nou, en als je, als je met z'n tweeën woont, <laughs> dan heb je een één King James genoeg. En dat doe je de rest van je leven mee. En ik heb dan hier zo'n hele mooie gekocht, die ik echt heel mooi vind. Je ah, kan ze nog mooier kopen hoor. Maar ik heb er eentje van 15 euro. En een hele goedkoop heb je wel 8,95. Ik heb mijn dochter er eentje gegeven van 8,95. Dat was best ook een hele mooie Bijbel. Nou, ze konden dus niet langer verhinderen dat Jan en alle man zichzelf een Bijbel aan kon schaffen. En toen zijn ze het over een andere boek gaan gooien. En dat is het zwart maken van de inhoud van de Bijbel. Zodat mensen, alhoewel ze vrijelijk toegang hebben tot de inhoud van de Bijbel, dat ze denken: ja, ze toch allemaal onzin in. Nee, is allemaal lulkoek. Snap je? Het gaat ze erom dat er geen religieuze beweging kan ontstaan op basis van met name de Bijbel onder het volk. Nou, en dat lukt ze echt geweldig, fantastisch. Want wie leest er tegenwoordig nog de Bijbel? Aan de andere kant, het is wel zo dat er een ongelooflijk aantal bijbels per jaar op de markt komt. Dat is uh, niet te weinig. Is iets van 100 miljoen bijbels per jaar worden er gepubliceerd. Maar ik ben bang dat veel bijbels... Uh, uh, door Mijn dochter heeft bijvoorbeeld ook een bijbel, maar zij leest die bijbel helemaal niet. Dus nog even wachten totdat dat kwartje begint te vallen. Maar er komen betere tijden voor ons als het merendeel der mensheid zijn Bijbel gaat koesteren en dat gaat zien als het woord van God. Dat kan ik je wel vertellen. En daar zijn wij hard aan toe. En de jezuïeten die zullen er alles aan doen om te voorkomen dat dat tijdperk aan gaat breken. Nou, die Rooms-Katholieke Kerk die is ontstaan in het jaar 300 en dat was een voortzetting van het Romeinse Rijk. En dat was weer een voortzetting van het gedachtegoed wat, je heerste, wat heerste in Griekenland. En daarvoor was het in Egypte en Babylon. Babylon Mesopotamië, wat we nu Irak noemen. En op die plekken had je allemaal die gedachte van de eenheid van kerk en staat. Nou, in Europa werd dat dan een groot succesnummer met die Heilige Romeinse Kerk. Toen kwam Maarten Luther. En toen brak er een heel stuk van dat heilige Romeinse Rijk, dat brak eraf. En het werd protesterend, protestant. En dat was in het begin van de 16e eeuw. En in diezelfde eeuw zijn de Jezuïten opgericht. De Sociëteit van Jezus. En die club daarvan, de leider die heet, heette, hij is natuurlijk al lang overleden... Ignatius de Loyola. Wie was het? Die begon met dat gebeuren van de Sociëteit van Jezus. En Ignatius de Loyola, dat was een hele rare man. En die deed aan zelfkastijding. En dan ben je gek in je hoofd. Dus uh, ja. Heden ten dagen zou die man in een psychiatrische inrichting zijn beland. Maar in die tijd was het dan bijzonder vreemd en apart ofzo. En hij is naar de paus toegestapt en hij heeft tegen de paus gezegd van als je mij voldoende mandaat geeft, dus zeggenschap... Dan uh, zal ik mij uh, helemaal met al mijn hebben en houden en al mijn uh, vrienden en vriendinnen. Uh, zal ik mij wijden aan het bestrijden van de Reformatie. Dus de beweging van Maarten Luther. De beweging die door Maarten Luther opkwam. En toen zei de paus na nou, lang wikken en wegen. Ja, de paus, nou oké, okay, doe maar. En dat was het begin van de Orde van de Jesuiten. En dat werd een enorm succesnummer binnen de Katholieke Kerk. Dusdanig dat, zeg maar tot een tijdje terug, het zo was dat men zei dat de Katholieke Kerk twee pauzen had: namelijk een witte paus. De paus die iedereen zag op tv. En die Urbi et Orbi zei. En bedankt voor die bloemen. En op de achtergrond een zwarte paus. En dat was de eigenlijke machthebber. Binnen de kerk. Werd gezegd. En de zwarte paus. Dat was dan de hoofd. of het hoofd. Van de Orde van de Jezuïten, de Sociëteit van Jezus. En lange tijd is dat een Nederlander geweest. En die heette Hans Kolvenbach. En die kwam uit Brabant, die was geboren in Druten. Ja, zo zijn wij Nederlanders ook nog bekend en beroemd. Nou, inmiddels is uh, dat is natuurlijk op zich natuurlijk al een hele prestatie voor die orde van de Jezuïeten. Dat ze zo machtig werden dat mensen gingen zeggen: Nou, het hoofd van de Jezuïeten is eigenlijk de eigenlijke paus. Die zwarte paus op de achtergrond, maar die is de baas. En die witte paus, die heeft helemaal niet zoveel te vertellen. Dat is al een hele prestatie. En tegenwoordig zijn ze nog een stapje verder. Want Gorge Mario Bergoglio, die nu paus Franciscus I is. En die was hoofd van de Jezuïte-orde in Argentinië. Voordat hij paus werd. Dus momenteel is de Witte Paus zo'n beetje gelijk aan de Zwarte Paus. Of de Witte Paus is Jezuïet. En nou, het hoofd van de Jezuïet is natuurlijk ook een Jezuïet. Dus wat wij de Katholieke Kerk noemen. Dan kan je zeggen, dat is inmiddels de, de sociëteit van Jezus geworden. Die organisatie is van binnenuit overgenomen door hun eigen volgelingen. En er zijn nogal wat mensen binnen de Katholieke Kerk die erg verbaasd staan van het feit dat dit allemaal gebeurd is. Dat ze niet goed weten wat ze daarmee aan moeten. Maar ja, ik kan niets anders zeggen dan dat de katholieke, de katholieke kerk van oudsher een politieke beweging was die een eenheid van kerk en staat nastreefde. En dan liefst op een zo groot mogelijke schaal, dus wereldwijd. Katholiek betekent ook universeel. Het is de universele kerk. De kerk die dus past bij de katholieke regering. De universele regering die ze willen. Ze willen een wereldregering. Ze willen dat iedere burger belasting gaat betalen aan de ene overheerser. Dat is wat ze willen 7 miljard belastingplichtige inwoners van de aarde en dat gaat vrij... Ja, hier in Nederland dat beseffen weinig Nederlanders maar hier in Nederland daar betaal jij belasting aan de EU elke keer als je boodschappen doet dus de BTW die geheven wordt in de supermarkten Daarvan vloeit een deel, naar, ja, van die BTW, vloeit een deel automatisch naar de EU. En hoe meer boodschappen wij doen, des te meer de EU betaald krijgt. Zo zit het in elkaar. Nou, en wat wij dus nu als EU hebben, dat wordt zo dadelijk... wordt de EU een onderdeel, een afdeling van de, de mondiale unie. En we krijgen dus ook een mondiaal leger wat erbij hoort. Dus het is een mondiale belastingdienst en een mondiaal leger. En nou ja, de paus is dus, uh, de mondiale spirituele leider. En ze zijn dus nu bezig om dat... Mondiale geloof uh, zodanig op te rekken dat alles erin past. Tot en met het atheïsme aan toe. Ja, dat klinkt je een beetje gek in de oren, maar uh, zo zit het dus. Het humanisme bijvoorbeeld. Dat heeft al een contract met de paus. Er is al een concordaat, er is al een overeenkomst. De paus heeft al gezegd van de humanisten: van ah, ik vind jullie eigenlijk ook wel katholiek hoor. En zo, het gaat erom dat, die, dat er geen enkele spirituele beweging tot wasdom kan komen. zonder dat de universele kerk, de katholieke kerk, daar toezicht op heeft. Ja, dus het, alle gevoelens, alle stromingen van moraliteit, eh, die vallen onder een algemene noemer. En niet iets wat zomaar ongecontroleerd kan gaan groeien. Want dan gaan we inzien hoe immoreel de leiders, de overheersers zijn. En dan komt de opstand. Dan komt de revolutie. Nou, en momenteel is daar geen sprake van, van zo'n revolutie, want we zijn allemaal ja, atheïstisch of humanistisch of, of zeg maar isthisch. Maar wij zijn niet langer uh, mensen die zelf de Bijbel begrijpen en die daar zelf naar leven. Wij zijn schaapjes allemaal geworden. Volgelingen van een leider die wij niet kennen. Maar, ja, en wij denken daarmee dat we heel zelfstandig zijn... en individualistisch denken of zo. Zoals mijn dochter. Die, die denkt dat zij heel zelfstandig denkt. Die beseft niet dat hoe zij denkt... dat, dat, uh, ja, dat, dat ja, ze neemt over wat ze... Ja, wat ze oppikt uit de media... Met van die kijken terug dat ze zeiden van ja, en vrouwen die krijgen in gelijke functies, terwijl ze een gelijke uh, hoge opleiding hebben, krijgen ze toch minder betaald dan mannen. En dat is zo'n zo credo, wat zij dan oppikt. En zij denkt dan dat ze een waarheid te pakken heeft. En dat zij denkt voor zichzelf. Zij snapt niet dat wat haar verteld wordt dat dat een halve waarheid is. Want het is zo dat vrouwen is bepaald, vrouwen verdienen minder dan mannen. En wat er ook bij hoort, is dat vrouwen. Ja, gemiddeld gesproken, minder collegiaal zijn. Minder vergevingsgezind. Hmm. En daardoor zijn vrouwen minder gezien op de werkvloer. Ja, dat wordt er niet bij verteld. Er wordt alleen maar bijverteld: ze krijgen minder betaald. En dat is niet eerlijk. Ja. Ze moeten dat anderen er ook bij vertellen. Het schijnt te komen door de testosteron. En door testosteron... wordt een mens collegialer. Tja, wist je niet hè? Ik wel. Wat onderzoek hebben ze gedaan. Hebben ze een onderzoek gedaan. Hadden ze een spelletje verzonnen. En dat spelletje... dat kon je alleen maar winnen... Als je zo goed mogelijk samenwerkte. Nou, door samenwerken bied je ook anderen de gelegenheid om te winnen. Dus het was een beetje uh, een beetje een tegenstrijdig spelletje, maar dat zat heel slim in elkaar. En degene die het beste samenwerkte, en dus de anderen de meeste kans gaf tot winnen, uh, die werd de winnaar van het spel. Nou, en dan lieten ze allemaal door vrouwen, ze, die moesten dan participeren tegen elkaar, wettelen. En dat hebben ze een aantal keren herhaald, dat experiment. En al die vrouwen die kregen van tevoren een pilletje te eten. En al die pillen zagen er hetzelfde uit, maar in de helft van de pillen daar zat helemaal niks. Er was alleen maar kalk. En in de andere helft van de pillen daar zat testosteron. Het mannelijke geslachtshormoon. Nou, toen hebben ze dat experiment een aantal keren herhaald en wat bleek? Ja, de vrouwen die wonnen, dat, die zaten allemaal in de groep die het pilletje hadden geslikt. Wat er net zo uitzag als die andere pilletjes, alleen in dat pilletje zat testosteron. Dus testosteron was de winnaar. In de zin van, uh, daar ging je beter van samenwerken. Daar is ook nog een uh, psychohormonale verklaring bij. Het stond in de Volkskrant. Zo waar, in de Volkskrant stond er wat leuks. <laughs> maar zo zit dus de geschiedenis in elkaar. Hè, je hebt dus de mensen van de eenheid van Kerk en Staat. En zij zei, willen dat graag, want dat is noodzakelijk nodig als jij de heerschappij af wilt dwingen. Als je de heerschappij niet af wil dwingen, dan, dan interesseert je dat ook helemaal niks. Ja. Zoals ik net zei, ik heb best een aantal goede ideeën en dat zou ik heel graag willen uitvoeren. En dat zou ik uh, fantastisch vinden als een, ja, als een soort uh, kroon op mijn leven of zo. En daarvoor moet ik dan wel zeggenschap krijgen. Ja, als ik dat niet krijg, ja, dan niet. Maar ja, dan niet, denk ik dan. Maar er zijn mensen en die vinden het, het voor het vertellen hebben het allerbelangrijkste doel in hun leven. Ja, ik dus niet. Nou, en de mensen die dat dan wel hebben, die weten dat ze dan ook de baas moeten zijn van het geloof. Oh ja, en wat ik nog niet bij heb verteld is dat de, dat wereldgeloof, dat is natuurlijk ook noodzakelijk zo gekomen... Heel lang geleden had je dus een heersertje in regio A en een heersertje in regio B. En dan, dan groeien die heerschappijen en dan, dan groeien ze uiteindelijk tegen elkaar aan en dan kregen ze oorlog. Dat kwam vooral veel voor in de tijden van Hammurabi. Dat, waren de laatste, dat was de laatste heerser van die regio daar van Babylon. En... Al sinds een hele tijd is dat anders geworden. In die zin dat men gezegd heeft: van nou, laten we nou, dus ja, al die heersers, laten we nou niet oorlog gaan voeren met elkaar, maar laten we gaan samenwerken. Dus de heersers van de verschillende regio's, die zijn gaan samenwerken. En dat doen ze dus niet aan uh, plein publiek. Uh, beter nog, uh, ze, ze laten ons doen geloven. Dat er uh, clashes zijn uh, tussen verschillende regio's. Een goed voorbeeld daarvan, dat is de Koude Oorlog, waarbij wij dus allemaal dachten dat er een enorme ruzie was tussen Amerika en Rusland. En wij helemaal niet wisten dat de heersers van Amerika en de heersers van Rusland achter de schermen was dat al lang één pot nat. Daar zaten de Jezüten achter. De, of de katholieken. Hè? En die katholieken die, die houden dan zo'n theatervoorstelling. Dat Amerika zou dan eh, bommen op Rusland en eh, vice versa. Maar dat is alleen maar theater, meer niet. Houd ons bezig, want wij moeten beziggehouden worden. Want als we niet beziggehouden worden, dan zouden we gaan ontdekken wat er aan de hand is. Bedenk goed dat die president, de laatste president van Amerika die vermoord is door de jongens en meisjes van de eenheid van kerkenstaat, staat, John F. Kennedy, die had het erover en die zei: in Amerika is een monolithische samenswering van heb ik jou daar, waarmee die bedoelde de katholieke kerk en de Jezuïten. En even later werd hij doodgeschoten. Door diezelfde club. Ja, dus ik heb verteld aan de eenheid van Kerk en Staat: dat is die. Dat zijn de machthebbers van deze aarde. En alle narigheid qua oorlogen en economische misstanden en dat soort zaken, die worden allemaal door Hully veroorzaakt. Dus daar heb je eventjes, eh, nou, in minder dan een uur tijd, heb jij de hele geschiedenis van de hele mensheid opgelepeld gekregen. En de remedie heb je er ook bij gekregen. Namelijk, verdiep je in je Bijbel. Ga als een sodemieter naar een Bijbels genootschapwinkel, toestand, en eh, schaf je zelfs een ding aan. En dan geef ik de voorkeur aan de Statenvertaling en de King James. En heb je geen geld, nou, dan moet je maar online gaan lezen. En ja, daarvoor heb ik dus ook onder deze uitzending twee linkjes staan. Eentje naar de King James en eentje naar de Statenvertaling. En dan kan je hem online gaan lezen. Maar ja, dat leest niet zo lekker. Dan ga maar sparen hoor. Je hebt het over tientjes werken en dan ben je klaar. Ja, dus als jij, noem eens wat, je legt 2 euro per maand leg je opzij. Nou, dan kan je tussen nu en 9 maanden. dan kan jij een Bijbel kopen. Eentje die van jou is. En dan maken we wat aantekeningen in. Stel jezelf ook vragen bij die inhoud. En ga op zoek naar antwoorden. Het boek Genesis, dat is een interessant boek hoor. En ik doe samen met Jurk Liesman en Michael en, uh, en Jelmer, als hij weer beter is. Doen wij ook Bijbellezingen. Die zijn leuk om naar te luisteren. Kost je helemaal niks. Uh, hou die spiritualiteit. Uh, kijk, jij als mens, jij hebt noodzakelijk dat zaad van de spiritualiteit in jou. Noodzakelijk. Ik heb dat nog niet uitgelegd waarom dat zo is. Huh? Maar dat doe ik dan een andere keer wel. Ik kan niet alles in één keer doen. hè. Maar dat heb jij noodzakelijk. En het is aan jou om eraan te werken dat dat zaad wat in jou zit tot bloei komt. En dat moet je zelf doen. Ja, jij moet zelf zodanig zijn dat jij straks kan zeggen: Ik heb het zelf niet gedaan, het was God die dat in mij heeft losgemaakt. Ik heb God niet gevonden, God heeft mij gevonden. Maar dat mo daar moet jij in gaan handelen. Klinkt een beetje tegenstrijdig wat ik zeg en zo bedoel ik het ook. En als jij gevonden bent, zal je weten wat ik bedoel. En tot die tijd denk je alleen maar, Perry spreekt hier raadselen. <laughs> ja, want ik weet waar ik het over heb. Maar dat zal moeten. Ja. ja, of je doet er helemaal niks aan. Dan kan ook dat je dit ziet van... Nou ah, ja, vind ik vind het wel leuk dat ik het weet van die Ezoïetje en zo. En zo'n eh, beetje alle oorlogen hebben ze gedaan. Nou, wat gaan ze nou weer doen? Nou, 11 september, die aanslagen hebben ze dus ook gedaan. En ja, voor de toekomst, als dus je dat nog wil weten... Dat kan je ook wel redelijk inkleuren. Dat de economie... De, noem het maar de... Het besteedbare inkomen van de, van de burger. Dat zal gaan dalen. Dat is al heel sterk aan het dalen. Maar dat gaat nog verder doordalen. En waarschijnlijk gaan ze aansturen op een systeem waarbij iedereen in Nederland... die krijgt een, een vast bedragje. Niet al te veel, dat wordt een vast bedrag uh, ja, per maand of zo. En als jij iets doet wat stout is, dan krijg je dat bedrag niet. Voor straf. Ja, dan, ja, zo, dan wordt het heel strak. En die klimaatidioterie die nu heerst. Uh, ja, dat wordt alleen maar erger. Het is nu al zo dat uh, iemand als ik. Ik ben heel zuinig met energie. Ik verbruik iets van 100 kilowattuur per maand. Dat betekent dat ik 20 euro moet betalen voor mijn kilowattuur. Even los van mijn vast recht. En mijn gas. Gas is ook uh, dat is nog minder. Ik gebruik bijna geen gas. Alleen maar om te koken en een beetje warm water voor de afwassen. Dat is helemaal niet zoveel. Nou, dan betaal ik dus twee tientjes in de maand voor mijn kilowattuur. Nou, van die twee tientjes gaat iets van 13 euro direct naar de regering. En dat wordt aan ons uh, ja, opgelegd in het kader van dat het maar goed is dat het belast wordt, want anders zouden wij ongebreideld energie gaan verbruiken en dat is slecht voor het milieu. Ja, maar iemand die maar 100 kilowattuur per maand afneemt, zoals ik, wat heel weinig is. Die moet 13 euro in de maand betalen. Voor het feit dat hij dat gekocht heeft. He, dus van mijn 20 euro gaat, ongeveer van 6 euro of zo, gaat naar de nuon. En 12 euro 14, 14 euro of zo gaat naar de overheid. Nou, dan voel je toch wel dat dat, 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 dat heeft niks meer te maken heeft met reëel zijn. Ze, ze zouden moeten zeggen: Nou, iemand als Perry, die maar 100 kilowattuur in de maand verbruikt. ...nou, die hoeft helemaal geen belasting te betalen aan de overheid. Want die doet het al zo goed. Ja, veel zuiniger dan Perry kan het echt niet. En dat kan ook niet. Ik zou niet weten hoe ik het van minder moet doen. Ja, als ik stop met wassen, dan wel. Als ik mijn wasmachine niet meer gebruik, ja, ja dat scheelt me dan gelijk weer. En als ik dan ook uh, geen wasdroger meer gebruik, ja, dat scheelt me ook weer. Maar uh, hoe moet ik dan wassen? Door in mijn woning, ik heb dan typisch zo'n flatwoning, zo'n stadswoning. Ja, ik zou niet weten hoe ik hier mijn was moet doen. Vroeger hadden mensen iets als een droogzolder. En dan ging moeder die ging met de natte was naar boven. En dan hing dat dan op zolder hing ze dan alles te drogen. Ja? Maar ik heb geen droogzolder. Waar moet ik mijn was ophangen? Op het balkon? In Nederland? Het regent hier hartstikke vaak. Hoe moet mijn was dan droog worden? Of moet ik helemaal mijn kleren niet meer wassen? Ja, maar hoe moet het dan op mijn werk? Want dan ga ik stinken. Snap je? Dus je kan niet zeggen: dat is maar goed dat Perry uh, uh, toch wel uh, een dikke tientje in de maand betaalt, hoor. Want uh, dat is echt zo'n energieverslinder. Nee, dat ben ik dus helemaal niet. En dan zag ik dat ook in het energieoverzicht van de Nuon of vat een val dat grootverbruikers van energie die hoeven procentueel minder belasting te betalen. Ja, maar wat is daar nou weer regulerend aan als je grootverbruik gaat belonen met minder belasting? Snap je? En als wij begrip gaan krijgen voor de inhoud van de Bijbel, en wij gaan inzien dat er zoiets is als waarheid, en dat er zoiets is als de leugen, en dat wij niet langer alles wat is verklaren tot goed, want het is, maar dat wij kritisch gaan zijn. Dan krijgen wij een andere wereld. En dan stoppen wij bijvoorbeeld met die klimaatonzin. Ja, denk er even goed over na. En dat wordt een hele transformatie die plaats moet gaan vinden. En je zou kunnen denken: ja, maar dan had het toch al lang gebeurd moeten zijn. en dit en dat en zus en zo. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Wij weten. Wij weten nog niet goed genoeg. hoe ongelooflijk kwaadaardig. die jongens en meisjes van de eenheid van kerk en staat. Naar hun aard, naar hun essentie, moeten zijn. En dat besef moet komen. Wij, uh, wij hebben een koning, Willem-Alexander, en die gaat op bezoek bij de paus. Nou, daarmee moeten wij gelijk al vinden dat die man onze koning niet is. Want dat is hij ook niet. Hij is een onderdaan van de paus. Daarom gaat hij op bezoek bij de paus omdat hij een onderdaan is van hem. En hoezo nemen wij als koning van Nederland genoegen met een onderdaan van de paus? Snap je? Wij als bijbelgelovende personen, als uh, individueel spirituele personen, wij zouden helemaal niets te maken willen hebben met de paus. De paus heeft die aanstaren van 11 september op zich geweten. En al de leugens die er achteraan gekomen zijn. En onze regering heeft als een schoothondje achter de daden van de paus aangehuppeld. Ja, het was zo samen bin laden, stout hè? Wat die stoute meneer, hoor, die al samen beladen. laden. Nou, dat vond ik ook, hoor. Heel stout. Door iemand als uh, zo'n Amerikaanse leider, uh, George Herbert Walker Bush. Die is nou overleden. Dat is de vader van George Walker Bush. En uh, George Walker Bush, die leeft nog, hè? Maar zijn vader, die inmiddels overleden is, die heeft een biografie laten schrijven en daarin heeft hij op laten nemen de volgende uitspraak. Nou niet letterlijk, maar waar het op neerkwam is dat hij gezegd heeft van als het Amerikaanse volk destijds in de gaten had gekregen wat wij aan het uitspoken waren als familie, hadden ze ons gelincht. Die man die sprak de waarheid. Maar datzelfde geldt voor ons als wij in de gaten hadden gehad wat onze koning en die hele club wat erbij hoort en Joris Demming. en iemand als Ivo opstelde en noem maar Marcel van Dam. En als we in de gaten hadden gehad wat die lui aan het uitspoken waren, hadden wij ze ook gelincht. Maar wij vonden het makkelijker om de andere kant uit te kijken en lekker inclusief te gaan denken. Nou, maar Marcel van Dam, daar moeten ook kunnetjes hoor. Terwijl wat Marcel van Dam deed, dat kon helemaal niet. En wat Sonja Baren deed, dat kon ook helemaal niet. Maar dat hadden wij niet in de gaten. Snap je? Nou, dit was deel 2 over de Jezuïten. En ik hoop dat, je er wat, ja, dat ik het een beetje duidelijker heb gemaakt. En ik ga er wel een deel 3 maken, hoor. Dat is, uh... Ik merk nu al dat er best nog wel meer te vertellen is. Maar dan nog, de geschiedenis van de wereld valt dus binnen een uur aan je duidelijk te maken. En iets anders is er tot nu toe niet gebeurd. En het is de hoogste tijd dat wij in goed contact komen met onze ware spiritualiteit. Snap je? Alsjeblieft, schiet op. Hurry, hurry. <laughs> nee, alles komt goed op de tijd dat het goed komt. Maar er is niks mis met het gaan begrijpen van de inhoud van de Bijbel. Voor geen enkel mens is dat slecht. En op zijn hamburgs zeg ik tegen jullie: tjus en dag lieverds.